Nog even een laatste boterham en dan gaat Patrick in hongerstaking. Gisteren begon hij zijn actie en vandaag zit hij er nog steeds. Met zijn auto en zichzelf vastgeketend aan een hek. Patrick is zelfvrijwilliger bij de luchtballon. Hij weet als geen ander hoe belangrijk de vakantiekampen zijn voor de zieke kinderen. Die hebben op het schoolplein waar ze op school zitten, in deze maatschappij, hebben ze niks. Dan worden ze buiten gesloten omdat ze een ziekte hebben. En hier in dat kamp zijn ze allemaal gelijk. En dat mogen ze niet van die kinderen afpakken. Een hongerstaking is best heftig. Zeker voor Patrick, want hij is zelf ook ziek. Toch laat hij zich daardoor niet tegenhouden. Hij is de enige die in actie komt. Maar gelukkig wordt hij wel gesteund. Door nu even bij Patrick Langers te komen, even een beetje geestelijke ondersteuning te geven, laten merken dat hij niet alleen staat. Want anders doet niemand het. En aan de andere kant denk ik van ja, jongen, ik vind gezondheid toch wel op de eerste plaats staan. Maar daardoor dat ik ook heel veel respect voor hem heb, om dat hij dit doet. Hoewel Patrick dus in actie komt als redder, keurt de stichting af wat hij doet. Een ongepaste actie, zo laat de stichting weten. Zeker omdat ze vakantiekampen organiseert voor zieke kinderen. Ja, in één woord pijnlijk. Dat, ja, van binnen doet dat heel erg zeer. Ja, de tranen staan achter in mijn ogen. Die laat ik niet zien voor de camera, maar het doet pijn. Maar ondanks dat gaat hij door, totdat hij echt niet meer kan.